Prachtig afscheid, denk ik, vanavond in het AFA-stadion van het publiek. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, prachtig ook. Het was gewoon hartstikke mooi. En ik kan heel veel waardering opbrengen voor de club en de supporters. En ik ben heel dankbaar eigenlijk. Dus ik kan het boek nu echt dicht doen. Voor mijn gevoel had ik het boek ook al dicht gedaan. Ik ben gewoon eigenlijk wel keihard weer doorgegaan. Lekker bij AZ in de jeugdopleiding en ik ben lekker met draaien het vinden daar. Maar op het moment dat ik gevraagd werd voor een afscheid hier in het stadion met de supporters. En ook de wedstrijd natuurlijk, de affiche was gewoon prachtig. Ja, toen dacht ik nee, het boekje is nog niet dicht. Zo voelde het ook niet. Er kwam best wel wat emotie boven en ja, dat is nu echt klaar. Dat enorme spandoek dat op de bandsite vandaag te zien was, Come On You Boys in Red. En met een beeldenis van jou uiteraard. Ja, prachtig. Deed dat nog wat met je? Ja, zeker. Want ik wist het helemaal niet. En ik stond toen alweer naast het veld. En toen ik zei tegen mijn vrienden, kijk nou joh, weet je wel, echt prachtig. Gewoon ja, zoveel liefde erin gestopt. En ik denk dat het gewoon een mooi teken is van de band tussen de supporters en mijzelf. En ook alleen maar dankbaarheid daarvoor, want dat is gewoon prachtig. En je kunt zo'n moment dan, zoals hier door het stadion, ook nog met je kinderen en met je vrouw vieren, zeg maar. Ja, dat sowieso. Ik ben blij dat ze mee wilden. En ik denk dat ze daarvan genoten hebben. Hoe bewust of misschien die jongeren wat minder bewust. Maar uiteindelijk zijn dit wel beelden voor de toekomst. En zijn dit momenten die je later terug kan kijken met z'n allen. En denk van, oh ja, weet je, dat stukje afscheid. Mijn kinderen weten niet beter dat eigenlijk dan dat ik voetbal. En voor mij is dat boek dicht en voor hun eigenlijk ook. En nu is het een ander leven. Wel weer in de voetballerij nog steeds. Maar ja, het begint eigenlijk weer helemaal opnieuw. Kijk, ik denk dat iedereen wel weet waar ik voor sta en voor stond als voetballer. En ik heb geprobeerd nooit op te geven. Ik heb altijd geïnvesteerd in mijn carrière. En ik heb geprobeerd om altijd beter te worden. En daar heb ik heel veel voor gelaten. En dat heeft me hele mooie dingen gebracht in mijn leven en in mijn carrière. En daar ben ik heel trots op. En dat heb ik nu op een hele mooie manier af mogen sluiten. En daar ben ik wel heel dankbaar voor.